Het is ook alweer heel veel herfst. Oh mijn god. Dit kun je dan echt vet leuk in een fles doen. Dit is toch mega, mega lekker. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Ik ben Floor en je kan me misschien kennen van mijn eigen YouTube kanaal Floor Delver. En vandaag ga ik mijn kamer een mini room makeover geven. Ik ga lekker naar de Action straks en dan ga ik even kijken wat ze daar allemaal hebben. Het lijkt me leuk om nog verder te kijken naar wat herfstproducten, zodat ik mijn kamer nog meer herfstproef kan maken. Ik heb het al een beetje herfstproef gemaakt, daar heb ik ook een video over gefilmd. Maar het kan misschien nog meer, dus we gaan zien wat de Action heeft. Ik ga jullie lekker meenemen naar de winkel, dus heb je zin in deze video? Doe dan even het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Action. En dan gaan we snel naar de Action kijken wat ze daar hebben. En ik neem jullie gezellig mee. Let's go! Oké, ik ben in de eerste gangpad en daar heb je allemaal kleden, ook van dat jute. Oh mijn god. Valt al. En hij is 10 euro, dus dat scheelt ook wel. Maar ik heb al zo'n kleed, dus dat is niet nodig. Dus ik ga even verder kijken. Misschien zijn er nog wel leuke kussentjes. Oké, ik vind die kleedjes allemaal wel heel leuk. Die zijn ook mega zacht. Maar ik zit even een kleurtje te zoeken die leuk bij mijn kamer past. Nou, je hebt hier ook allemaal van die leuke krukjes. Het is ook heel zacht. En dit, hier kun je dan bijvoorbeeld een kleedje in doen, zoals hier op de foto. Het is ook niet zo heel duur. Oké, dan ben ik bij de geurkaars. En je hebt hier dus een pumpkin spice olie voor in je diffuser, maar die heb ik al. Kost 1 euro, maar je hebt ook green apple. Die lijkt me misschien ook wel lekker. Dit is ook heel lekker, appelkaneel, maar dat heb ik allemaal al. Oh, deze die heb ik laatst ook meegenomen. Die is zo lekker. Dit is winterwood en spice cinnamon. En dat heb ik ook al in een video gefilmd voor Action. Wat is dit ook leuk? Met glitter. Ik ga deze meenemen. Deze is 83 cent. Het is ook alweer heel veel herfst. Versierblaadjes. Dit is ook wel leuk. Zo'n pakje met pompoenetjes erbij voor in je kamer. Deze heb ik al met pompoenen. Met van die lampjes erin. En die heb ik ook al. En dit heb ik ook al. Nou, de kerstafdeling staat er ook al. Voor mij is het nooit te vroeg. Oh, wat leuk. Oh. Je hebt karamel zeezout. Oh, dat lijkt me best wel lekker. Oh, witte chocola. Oh, die vind ik echt zo lekker. Oké, ik ben nu bij het dekbed overtrek. En ik heb zelf 120 keer 200 centimeter. Het is een beetje een moeilijke maat, want ik heb het bed zelf gemaakt. Dus ik ga even kijken of er iets is. Want ik zoek nog een wit hoeslaken en een wit dekbed overtrek. Dit is op zich ook wel een grappig kleurtje. Of dit. Oké, deze is dus €12,95 en ik heb hier denk ik een heel goed idee mee, dus die ga ik meenemen. Oh mijn god. Ik ben dus nu terug van de Action en ik ben echt super goed geslaagd. Dus ik ga jullie nu laten zien welke spulletjes ik allemaal heb gehaald, hoe duur het was. En daarna ga ik de makeover doen in mijn kamer. We gaan er snel doorheen, want het zijn veel spullen. Laat ik dan ook maar gelijk beginnen met deze ladder. Ik heb dus deze houten ladder gekocht met een beetje een witte wassing qua verven overheen. Want het past wel echt super goed in mijn kamer, omdat ik allemaal witte meubels heb. En het leek mij dus leuk om die tegen de muur aan te zetten met een kleedje en zo erbij. De ladder die kost €4,70. Ja, dan heb ik nog iets heel groots gehaald. Namelijk deze. Dit is zo'n kastje met allemaal vakjes. Mocht je mezelf volgen, dan weet je dat ik gewoon echt bijna elke maand mijn kledingkast moet uitzoeken. Omdat ik gewoon te veel kleding heb en een te kleine kast. En mijn kledingkast staat ook in de gang, omdat het gewoon niet in mijn kamer past. Omdat ik zo'n kleine kamer heb. Dus ik dacht, misschien past deze kast die ik heb gekocht in mijn kledingkast en dan heb ik meer vakjes. Dus dat ga ik straks even kijken. Dan heb ik nog deze geurstokjes meegenomen. Dat vind ik wel altijd heel erg lekker om in mijn kamer neer te zetten. En dit is in de geur Dark Rose. Dus ik ben heel erg benieuwd. En deze die kost €2,99. Dan heb ik nog kruidnoten gehaald. Het is misschien heel vroeg, maar ik zag het liggen en ik dacht echt, oh mijn god, dit moet ik hebben, hier heb ik zin in. En dit is gewoon in de chocolade smaakjes. En die kost €1,49. Dan heb ik nog zo'n lichtsnoer meegenomen. En dit is een hele grote, wat ik wel heel erg leuk vind om de ladder heen te wikkelen. Dit is dus zo'n touw, zo'n snoer. En die heeft dan nog van die lampjes er doorheen. Waardoor het echt een gezellige vibe aan je kamer geeft. En die is dus bijna 2 meter lang.
En deze die kost €2,99. Dan heb ik voor 83 cent per stuk deze meegenomen. En dit leek me wel heel erg leuk om in een karaf te doen of in een wijnfles. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar dit is dus zo'n kurk. En daarin zit dan zo'n snoer van lampjes. En dit kun je dan echt vet leuk in een fles doen. En dan heb je echt zo'n fles die ja, helemaal belicht is. Kijk, zoals je dat hier kan zien. Dus daar heb ik twee van meegenomen, zodat ik twee flessen kan decoreren. Dan voor 83 cent per stuk heb ik twee van deze meegenomen. Dit zijn namelijk vaccinelichtjes. Maar deze zijn echt geweldig. Ik weet niet of het te zien is op beeld, maar het heeft dus een glitter erdoorheen. En dit lag al bij de kerstcollectie. Dus daar heb ik er nog twee van meegenomen, want hier kun je gewoon nooit genoeg van hebben. En glitter is altijd goed. Dan heb ik nog een plank gehad. En deze vind ik echt mega leuk. Maar daar wil ik namelijk het volgende op zetten. Niet één, niet twee, maar drie kaarsen. En hoe mooi is dit? Ik weet niet of het een beetje overkomt op beeld. Maar het is echt dat bruine herfstkleurtje. En ik vind het zo leuk om in een setje van drie zo gezellig neer te zetten. Wellicht kun je daar ook nog die snoer met lampjes een beetje doorheen leggen of hier zo op. Dat het nog een extra effect geeft. Maar dit vond ik echt super leuk. Even kijken. Deze kleine kaars die kost €1,03. De middelgrote kaas €1,87. En de grote kaas is €2,26. En deze plank kost €2,99. Dan als ik gezellig in mijn kamer zit, dan drink ik heel vaak water of thee. En ik drink heel vaak thee uit een mok. Maar nu zag ik dit liggen en dit vind ik echt super handig. Dit is namelijk zo'n thermosbeker in glas met een verse theezeef erin. Zodat je altijd vers thee warm kan drinken. Dus ik vond dit echt ideaal. En dat bamboe komt ook weer helemaal terug in mijn kamer. Dus dit past gewoon helemaal in mijn kamer. En deze kost €4,95. Dan heb ik voor €1,72 deze meegenomen. Dit zijn echt zulke lekkere geuren. Ik heb de geur Apple Crumble. En dit is gewoon echt die herfstgeur. Wat gewoon in je kamer moet zijn met de herfst. Dus ja, hoe kan ik nou een makeover doen zonder geurkaarsen? Dus die moest ik meenemen. Dan het ene laatste item is een hoeslaken. Ik heb nu een grijze hoeslaken en ik heb twee matrassen. Gewoon een grote matras en een topper. En ik dacht, dat wil ik ooit nog wit. Dus ik zag een hoeslaken in het wit. Dus ik dacht, die moet ik meenemen. En daar heb ik dus twee van. En dit kost per stuk €6,49. En dan het allerlaatste item is deze deken voor €6,95. In het wit. Dit is toch mega, mega lekker en zacht om in je bedje in te vertoeven. Ik weet niet of het overkomt op beeld, maar het is echt bizar zacht. Hier staat maat. En dit is hoe zacht die is. Het is echt niet normaal. Dus ja, laten we snel gaan beginnen met het decoreren van mijn kamer. Oh my god, echt. Het zweet staat me op mijn voorhoofd. Het is zo warm. En dat was dit alweer een room makeover video met producten van de Action. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat zeker weten wat jouw favoriete producten zijn onder in de comments. En ja, misschien tot de volgende video. Doei doei, bedankt voor het kijken.